Hoi, ik ben Mark van Kolenboertje en vandaag maken we een echte klassieker, namelijk Poeltpark. En in dit geval van een procureur. En dat zeg ik heel bewust, want traditioneel wordt die vaak ook van de bos en but gemaakt. Wat eigenlijk het aanliggende stuk is, maar dan aan de schouderkant. Die is wat moeilijker te verkrijgen, dus we werken hier met een mooie procureur, oftewel varkensnek. Nou, zoals je ziet hebben we hier een mooie varkensnek liggen. Als je hem eventjes bekijkt, is er relatief weinig vet aan. Hier moeten we hem een klein beetje bij trimmen, maar hij is eigenlijk klaar om straks mooi in te kruiden en dan lang op de barbecue te laten garen. Eigenlijk net zo ver, net zo lang dat hij mooi uit elkaar te trekken valt en dan krijg je hier poeltpark wat je zo graag wil. En dan kun je er alle kanten mee op, want je kunt hem mooi tussen een broodje doen, je kunt hem op taco's verwerken. Het is gewoon een fantastisch gerecht om eens te maken. En we gaan kijken of we het vandaag binnen een acceptabele tijd kunnen maken, want zoals je van ons gewend bent, we zijn van de mooie, pure, simpele, maar ook soms gewoon snelle methode. En er zijn heel veel recepten waar ze praten over 12, 14 uur, soms nog wel langer. Maar wij gaan hem proberen te bereiden. Nou ja, binnen een dagje, laten we zeggen, een uurtje of 7. Nou, ik kijk eerst eventjes wat we weg kunnen snijden. Nou, hier zit een vlies met wat vettigheid. Dus dat probeer ik even weg te snijden zonder het vlees te veel te beschadigen. Ik vind het altijd belangrijk dat het vlees er in ieder geval mooi uit blijft zien. Dus je gaat ook vooral niet te veel de diepte in. We gaan gewoon even kijken wat kunnen we op een eenvoudige manier wegsnijden. Ja, wat ik net al zei, je kunt van je poeltpark een compleet eigen creatie maken. En dat is hartstikke leuk om te doen, maar dat kost ook gewoon veel tijd en energie. Dus je kunt hem ook eenvoudig maken met een bestaande rub en bestaande saus. Maar leef je uit, maak gewoon met je eigen creativiteit de mooiste barbecue saus zelf en vooral ook mix je mooiste kruiden. Maar wij werken vandaag met Behave van de Rub Club, nummertje 4. En dat is op basis van honing een wat zoetige smaak. Ja, en daar zijn we gek op. En zeker in combinatie met het varkensvlees. Dus wij maken het ons vandaag makkelijk. We gaan hem invrijven met olie. En daarna, omdat het een flink stuk vlees is, zo'n 1,8 kilo, gaat er een dikke laag rub omheen. Voordat je op de barbecue gaat, want dan hebben we straks de smaak mooi verwerkt in het vlees. Nou, de procureur zit in de kruiden. Behave, je ruikt die geur gewoon al, die zoetigheid van die honing. Nou, dat betekent dat we door kunnen naar de volgende fase. En dat is een uurtje of 5 op de barbecue in de indirecte zone bij een temperatuur van ongeveer 110, 115 graden. Hij mag in ieder geval niet doorschieten. En we willen rook. En rookhout, ja, je moet altijd even kiezen welke smaak je pakt. En bij varkensvlees is eigenlijk kersenhout of appelhout perfect. Als ik dan moet kiezen, kies ik voor appelhout. En waarom? Appelhout, als je een doosje appelrookchunks koopt, ja, die kun je eigenlijk heel veelzijdig toepassen. Bij varkensvlees, maar ook bij kip en bij zalm is het een fantastische keuze. Dus ik ga roken met appelhout gedurende de komende, nou laten we zeggen, uur, anderhalf uur. Nou, we hebben op de barbecue gelegd. Je ziet, de rook komt er al mooi doorheen. Dat betekent, we laten hem nu voor de komende 5 uur mooi liggen garen. Nou, we zijn 5 uurtjes verder en dat betekent, we gaan die procureur inpakken in aluminiumfolie. En moet je eens kijken hoe die eruit ziet. Kijk eens, een mooie donkere kleur gekregen. Kruiden zijn er natuurlijk al mooi ingewerkt. Ik ga even kijken of ik het gewoon met de handschoentjes kan. Ja, als je het maar snel genoeg doet. Kijk, en daar ligt die. Ja, ik heb eventjes, ik heb wat smalle aluminiumfolie, wat je vaak thuis ook hebt. Dus ik heb even 2 lagen onderop gelegd. 1 in het midden, zodat we hem goed kunnen inpakken. Ja, dan is het een kwestie van eventjes de zijkanten naar binnen en dan zo eroverheen. Zo. Nou gaat hij zo meteen terug op de barbecue en dan gaan we hem door laten garen tot boven de 90 graden. Uiteindelijk moet hij
zo doorgegaard worden dat we hem uit elkaar kunnen trekken. Dit is onze eigen thermometer. Super makkelijk met een flesopener. En het mooie van deze is, we hebben er een extra feature op gemaakt. Dat is namelijk naast de pen om gewoon te meten, hebben we er een extra probe aan gemaakt. En die probe is super makkelijk, want die stop je in het vlees, vervolgens in de thermometer, tussen je vilt of je casket door. En dan kun je gewoon van de buitenkant aflezen hoe ver die is, met een instelbaar alarm. En dat is de truc. Hij piept straks als hij bij de 90 graden is. En dan gaan we het laatste stukje gaan we gewoon goed opletten. Ik zet hem op 90 graden. Zo. Het vlees terug op de barbecue. De probe in de thermometer. Hij is 74 graden. Dus we gaan hem nou door tot 90. Dan krijgen we het alarm. En dan gaan we kijken waar we zijn. Ik had net al eventjes gekeken. Hij was 92. Toen heb ik geprikt. En toen gaf hij nog weerstand. Dat betekent dat hij nog niet zacht is. Hij is 94, we gaan nog een keertje proberen. Als je dan inprikt, dan voel je, hij gaat gewoon heel makkelijk in. Hij schuift gewoon naar binnen, dus het vlees is zacht. Dat betekent, we halen de probe eruit. Het vlees kan van de barbecue af. Doe hem eventjes in een bak. Wat we nu gaan doen is, we maken hem even open, dan kan hij uitwasemen. En dat uitwasemen is belangrijk, want anders dan blijft die warmte erin en dan kookt hij eigenlijk gewoon helemaal kapot. Dus we vouwen hem heel eventjes open. Na een kwartiertje doen we de folie weer dicht en dan laten we nog 3 kwartiertjes liggen. Nou, je ziet het vocht, de geur echt niet normaal lekker. Dus even een kwartiertje aan de kant, dan weer dicht en dan nog 3 kwartier en dan gaan we eten. Nou, we zijn een uur verder. Eerst het kwartiertje eventjes uitwasemen, omdat je anders veel verder doorgaat. En vervolgens weer terug ingepakt. Ja, en dan kunnen we nou kijken wat het resultaat is geweest. Zo. Het vocht gieten we er gewoon bij in. Mengen we zo weer met het vlees. Nou, altijd de eerste check is meteen. Kijk eens, valt hij uit elkaar? Nou, moet je eens kijken hoe mooi. Super zacht. Betekent, we kunnen het vlees uit elkaar trekken. Mooie kleine stukjes. Hier zie je nog mooi de rookring. We hebben natuurlijk bijna een half uur tot een uur, hebben we rook gehad. En dat zie je heel mooi terug in een rookringetje in het vlees. En we hebben natuurlijk die meat cloth. Ja, met 2 vorken vind ik het altijd nog wel net zo handig. Maar heb je ze, kun je ze mooi gebruiken en daarmee trek je het vlees eigenlijk heel eenvoudig uit elkaar. Kijk, vlees mooi uit elkaar getrokken. Voel altijd nog eventjes na of er nog grove stukken in zitten. En weer ongeveer een halve liter, 500 milliliter saus. Ik gooi dat gewoon overin en dan werken we dat er zo meteen mooi doorheen. Even goed mengen. Wow, die geur, lekker joh. En dan gaan we nu door naar de laatste stap. En dat is het broodje opmaken en dan lekker genieten. Let op. Nou, hier is hij dan. Het broodje pulled pork. Nou, die geur is echt al fantastisch. Maar ik neem jullie nog even mee naar het begin. We zijn begonnen met de procureur, de varkensnek, te ontdoen van het overtollige vet en de vliezen. Vervolgens hebben we hem in de olie gedaan, ingesmeerd met onze favoriete rub van de Rubclub. Beehave, heerlijk. Die honingsmaak, dat zoete, komt er dan mooi in terug. Vervolgens hebben we een uurtje gerookt met appelhout in de indirecte zone van de barbecue op ongeveer 110, 115 graden. Daarna hebben we hem 4 uur lang door laten garen. En ja, toen was hij 5 uur bezig en toen hebben we hem ingepakt in aluminiumfolie. Hebben we hem 2 uur lang laten doorgaren. Toen was hij op 90 graden net daar voorbij. Toen hebben we hem eventjes laten wasemen, want anders dan schiet die warmte naar binnen en gaat hij veel te ver door. En daarna hebben we hem nog ruim 3 kwartier tot een uur laten liggen en nagaren. Ja. Dan is hij al fantastisch. Toen hebben we hem uit elkaar getrokken. Het sapt er mooi weer overheen. Vervolgens hebben we de barbecue saus. In ons geval gewoon een basis, maar kun je ook prima zelf maken. Barbecue saus eroverheen. En het resultaat, opgemaakt op een broodje met augurk, is natuurlijk echt fantastisch. Nou, dan gaan we natuurlijk proeven. Maar voordat we gaan proeven, wil ik jullie vast zeggen. Want hij smaakt fantastisch, dat weet ik al. Maar dat gaan jullie nu niet proeven. Maar hopelijk maak je hem thuis. Maar heb je zelf gerechten die je graag wil dat wij gaan bereiden? Makkelijk. Maar mag ook moeilijk, maar in ieder geval iets waarvan je denkt, dat moeten ze maken. Zet het eventjes in de comments. Vind je deze video nou gaaf? Geef eventjes een duim. En wil je niks van ons missen? Abonneer dan op ons kanaal. En dan gaat er nog veel meer moois komen.
Ik ga proeven. Heerlijk. Oh man. Op die moet op je wishlist.